het zorgpersoneel van het Diakonessenhuis en RKZ Ziekenhuis, die zijn hedenochtend getogen naar het parlement, waar zij wederom aandacht vragen voor de vele problemen welke zij hebben, maar met name op het gebied van hun salarissen. Er zijn wat toezeggingen gedaan, maar men is dit niet nagekomen, ondanks het feit dat zij kort geleden nog acties hebben gevoerd waarbij er toen door de vicepresident beloftes zijn gedaan, is dat allemaal niet ingewilligd. Vandaar dat zij vandaag dan weer zijn getogen naar het parlement, waar zij dan wederom aandacht hebben gevraagd aan DNA-voorzitter Marinus B. CBN, Prime Alert, die is er geweest bij het parlement, waar wij spraken met het zorgpersoneel en die aangeven onder welke omstandigheden zij moeten werken. En vervolgens verplaatste de groep zich voor de ingang van Fort Zeelandia, waar zij werden toegesproken door bondsvoorzitter Robbie Narendorp. En waarom bent u hier? We waren al hier twee of drie maanden geleden. En ze hadden ons een 17% beloofd. En 1000 SRD geïncorporeerd in onze salaris. En ze hadden ons 10 dagen de tijd gegeven. Een ultimatum van 10 dagen. En die 10 dagen zijn al lang verstreken. Die 10 dagen zijn zeker bijna 2 maanden verstreken. Dus daarom zijn we weer hier. En zolang we geen concrete antwoord krijgen, gaan we niet weg van hier. En hoe is de situatie in de ziekenhuizen? Hebben afdelingen dispensaties? Ja, er hebben afdelingen dispensatie. En er zijn ook leerlingen die al vergevorderd zijn, die het werk aankunnen met de hoofdzusters. Dus dat. Wat hoopt u dat er uit de bus mag komen? Dat we een goed antwoord uit de bus kunnen krijgen en dat we over onze gelden kunnen beschikken eind van deze maand. Een antwoord van wie? Van de regering. Want we komen helemaal niet uit. De benzineprijzen zijn weer gestegen en dat wil zeggen dat de prijzen in de winkels ook stijgen. Maar onze salaris blijft maar op hetzelfde pijltje. Hoe komen we daaruit? Hoe betaal je de bus? Hoe denk je om aan het werk te komen? Je gaat het niet redden. Echt niet. Hoe zit het met dat stukje motivatie onder jullie? Tot nu toe de motivatie is er onder bepaalde mensen, maar je moet weten hoe lang ga je nog zo verder gaan. Dan wordt het toch, je raakt gedemotiveerd toch? Dus dat. En hoe zit het met het wegtrekken van kader? Ja, ze gaan weg. Ze gaan weg. Ze gaan naar plaatsen waar ze beter verdienen. In Suriname of buitenland? Buitenland. Of naar een Slans ziekenhuis waar ze meer verdienen. Kijk, we zijn particulier ziekenhuizen. Jaconès en Sint Vincentius. Dus wat doen die mensen? Ze gaan waar ze beter verdienen. En hetzelfde werk doen we als de Slans ziekenhuizen. Maar we verdienen minder. 1 liter brandstof. Zeg veel, hè? Is gelijk aan 1 uur loon van mij. Hoe kom ik uit als ik mijn fiets moet tanken voor de maand om aan het werk te komen? Waarbij mijn basis veel, veel lager is dan al die andere instellingen. Waarbij die patiënten, toch, die worden verwezen door de artsen van die andere instelling naar het Diakonessenhuis om geholpen te worden. Daar moeten we garant staan om te helpen, maar wij zijn het minste betaald. Hoe gaan we verder? Van al die instellingen zijn wij het minst betaald. Tijdens de COVID-periode hebben we allemaal met man en macht gewerkt. Tot nu toe moet de overheid ons betalen voor december, januari, februari, maart. Waar is dat geld? Zijn we geen mensen? We zijn mensen toch? We hebben gezinnen, kijk zoveel mensen hier staan. Hoe komen we uit? Hoe komen we uit? Alleen Diakonès en RKZ. We krijgen een stiefmoederlijke behandeling. Waarom? En wanneer deze mensen ziek zijn, weet je waar ze gaan liggen? Niet in het AZ, niet in het Slans Hospitaal, maar in RKZ of Diakonessenhuis. Is dat eerlijk? Is dat eerlijk? Is dat eerlijk tegen ons? Nee toch?
omdat ze weten dat we topkwaliteit service geven. En dat vandaag moet ik mijn stem wel laten horen. Want ik werk vreselijk hard. Voor zo weinig geld. Niet eens een week of twee kan ik ooit komen met mijn geld. En dan is het op. Dan ben ik een bedelaar. Het kan niet. Het kan niet. Hoe zit het met dat stukje motivatie onder jullie? We zijn gedemotiveerd. We zijn gedemotiveerd. We willen niet werken. De patiënten lijden eronder. Al jaren wachten we op een betere behandeling. Een betere waardering, maar het komt maar niet. Elke keer als we ons stem laten horen, wordt er altijd iets anders aan ons gezegd. En we zijn moe. Nou, mami kunt doen. We zijn moe. We hebben ook gezinnen. Net als wat mijn collega hier zegt, tijdens de COVID-19-pandemie hebben we ons leven op het spel gezet. We hebben onze gezinnen verwaarloosd. En dan nog moeten we bedelen voor dat geld waarvoor we zo hard hebben gewerkt. Als de andere ziekenhuizen in actie gaan, binnen no time. We zijn niet blind, we zien het allemaal. Binnen no time hebben ze hun geld. Maar waarom wordt RKZ en het diakonessenhuis altijd stiefmoederlijk behandeld? En omdat ze weten dat we ons hart op de juiste plek hebben, we strijken altijd over ons hart, maar we zijn moe. Elk touw heeft een begin en het heeft ook een eind. We zijn moe. En die stiefmoederlijke behandeling komt van waaruit? Vanuit de regering en van de directieleden. En van de directieleden. Want zij zien, als het ware moet je de directie zien als je ouders. Zij zien waaronder hun kinderen lijden. En zij moeten dan een pressie zetten op de regering van nee, we kunnen niet verder. En het liedje dat we ook al jaren horen, wij van het RKZ en wij van het Diakonessenhuis, er is geen geld, we zijn particulier. Wel, dan laten we ook van de overheid worden. Dan krijgen we dan allemaal dezelfde behandeling, toch? Dan laten we ook van de overheid worden. Dan krijgen we allemaal, we doen allemaal hetzelfde werk. Toen die andere ziekenhuizen laatst in actie waren, werden er patiënten overgeplaatst naar het Diakonessenhuis. Wij waren dan goed om die patiënten te verplegen omdat zij in actie waren. Wel, wij zijn vandaag in actie, dan laten zij dan nu die patiënten van ons overnemen. Dubbele diensten doen, dan nog komen we nu uit. Dubbele diensten worden gedaan. Mijn collega's staan hier om het te bepalen. Ik werk op de operatiekamer. Van 7 tot 3. En na de operatiekamer ga ik part-time doen, alleen om mijn hoofd boven water te houden. Is dat menselijk? Ja. Ik sta uren aan tafel. Ik moet met een volle blaas staan, een lege maag. En toch word ik onderbetaald. Come on, meneer Ganesh. En aan het eind krijg je te horen, je krijgt 1% loonsverhoging. Niet eens mijn dochter kan ik die 1% geven. Ik kan niets ermee doen. En is dat de reden? Is dat de reden dat velen van jullie wegtrekken? Ja, ja, ja. Precies, en er gaan nog meer weg. Er gaan nog meer weg. Maar weet je, we willen een sein geven van dit is het. We zijn ondergewaardeerd ver, meneer. Meneer, het verschil van mijn ziekenhuis, mijn beroep, ik ben chirurgieassistent, ten opzichte van een van AZ, is 5 maal meer betaald. Ja, ja, ja. Is dat billig? Ja, ja, ja. Is dat billig? En soms worden er patiënten van AZ overgeplaatst naar het Jaconess, waarbij wij moeten staan als ondergewaardeerde aan tafel om die patiënt te helpen. Dat ook kwaliteit. We hebben het hier ook aangehaald. We hebben het hier ook aangehaald. Het personeel trekt weg. Wij die achterblijven werken ons kapot. 1 persoon werkt voor 5 en dan nog krijgen we een karig loon. Dan nog krijgen we een karig loon. We zijn moe. We zijn moe. We komen hier met kracht en geweld, maar we willen ons stem vandaag laten horen. We zijn moe. Al jaren is er ook niet eens een behoorlijke CAO getekend. Het kan niet. We zijn moe. Elke keer moeten we van de directie horen, er is geen geld, er is geen geld. Wel, als er geen geld is, ga het halen. Ga het halen en daarom zijn we hier vandaag. We willen ons geld hebben. We hebben hard ervoor gewerkt. En ze hebben de COVID-steun naar de ziekenhuizen toe, het personeel, per april gestopt. Maar die 4 andere maanden hebben we nog niet gehad. En dan nog, ze hebben het gestopt. Maar we kregen nog elke dag COVID-positieve patiënten. We kregen elke dag nog COVID-positieve patiënten. Mensen worden dagelijks geswapt. Op de afdeling waar ik ben, de behandelunit is onze spoedafdeling, worden er dagelijks nog mensen geswapt. En als er iemand komt, kan je de persoon niet gaan zeggen, ik heb geen geld. Toch? Want als de persoon in nood is, ga je hulp bieden. En volgens mij
doen ze daarom dat met ons. Omdat ze weten dat we geen nee kunnen zeggen. Maar een keer moet het wel ophouden. Ja, een keer moet het wel ophouden. Laten alle ziekenhuizen dezelfde loon krijgen. Laten ze dezelfde basissalaris krijgen. Dan gaan de mensen minder weg. Want mensen gaan nu weg omdat we minder verdienen. En hoe toch? Ze wegtrekken, ja, wordt het, komt de druk hoger. Hè? Ja. Het wordt hoger. Op de OKA hebben we net een aantal operatieassistenten die kunnen werken als assistenten voor OKA's. En de rest zijn studenten. Ja. En dan word je vreselijk. Je wordt vreselijk overwerkt. En we praten niet alleen namens de OKA-assistenten of de verplichtingen. Iedereen in het diakonessenhuis en iedereen in het RKZ, ook al werk ik niet daar, werkt keihard. Vanaf het keukenpersoneel tot de technische dienst tot de interieurverzorger. Iedereen levert een bijdrage. Niet alleen wij als verpleegkundigen en OKA-assistenten. Ieder werkt keihard. Ieder. Want als het keukenpersoneel er niet is, is er ook geen eten voor de patiënten. Als de technische dienst er is, kunnen ze ook geen kapotte toiletpot repareren en dergelijke. En dan hebben die patiënten dan een toestand die niet goed is. Ieder werkt keihard. Meneer Ganesh, we zijn moe. We zijn echt moe. Laat de regering ook naar het RKZ en het diakonessenhuis luisteren. Eeuwig worden er dingen aan ons beloofd, maar niemand doet wat. Het is al een maand dat een petitie is ingediend. Een commissie moest geïnstalleerd worden. Dat zelf is gebeurd. Maar dan nog, we zijn een maand verder. Die communicatie is ook niet goed. Niemand maakt zich druk. Niemand maakt zich druk. Ik heb net een telefoon gehad van minister Bibes, de voorzitter. Ja, Rabdin, de voorzitter van de clustercommissie. Ja, IJs. En hij heeft ons uitgenodigd voor vanmiddag om 6:00, omdat hij zal ook financiën bijeen roepen, omdat er afspraken zijn gemaakt en men wil naar onderzoeken wat er is gebeurd. Dat de afspraken die gemaakt zijn, niet zijn uitgevoerd. Wat ik u wil vragen. We zijn in actie. Okay. En we zijn op de app bereikbaar. Het moment waarop wij... waarop we vandaar vertrekken, geven we u door als de acties doorgaan. Nee, vanmiddag 6:00. Dus vanavond zal dus nagegaan worden, gelukkig dat minister van Financiën erbij is, nagegaan worden wat er is gebeurd. En u krijgt het resultaat. If I no luck, dan no luck. Dan gaan we gaan door. Ja, even dus, sorry. Dat soort vragen hoeft u me niet te stellen. We krijgen een meeting vanmiddag. En wij kunnen beoordelen, dit is positief en dat is niet positief. En als het positief is, dan roepen we u bijeen. Op 10:00 s'avonds. We roepen u bij, de volgende dag roepen we u bijeen. Morgen. Als het resultaat er is, roepen wij u morgen bijeen. En dan... Geven wij u door het resultaat. If het resultaat no boom, of zoals wij dat verwachten, dan krijgt u een app van
We zijn nog in actie. Samen, je neemt takkie of minum takkie? In takkie toch, meneer Borri. Hij heeft tot de VP gesproken verleden. Nu praat hij tot iemand anders. Oké, mensen. Tot dan. We gaan naar huis. Oké, dat moet. Ja, u hoort vanmiddag van ons of in de vooravond. Ja? Wat een dorp. Een afspraak was binnen 2 uur. Nu is het naar 6 uur gegaan. Ze hebben u 4 uur bijgegeven. Ze hebben uw tijd gebombardeerd. Meneer Narendorp. Ja. Broeder, mama, deze kant. Hij moet die verslag doen, maar hij probeert u om de tuin te leiden om dat te zeggen. Hij gaat, we zullen zien hoe het verder gaat eindigen. Dan moet ik niet gaan praten. Nee, je moet gaan praten. Nee, maar je begint met niet vooroordelen. We horen wat hij. Dat is dialoog. Dat is dialoog, maar hij probeert u. Daartoe moeten we bereid zijn. We zullen zien hoe het verder. Ja, heeft u uitgenodigd, maar hij probeert u iets anders te maken. Nee, u moet gaan. Nee. U moet gaan. Want ik ga me voor de gek houden. Dat zegt u mee. Meneer Narendorp, u moet ieder zijn mening respecteren. Maar, ik begrijp u, maar die mensen zijn verhit. Ja, maar ik begrijp u ook, als ik niet praat, hoe kom ik tot de oplossing? Maar kijkt u, ik kan die anderen begrijpen, toch? Deels kan ik ze begrijpen. Eén van deze man, als ik het goed heb, kreeg de overheid die andere 8%. Nee. Het was totaal 25%. Nee. Wij hebben nog niet eens 1% van die 17% gehad. Augustus. Maar ook al, wij hebben nog niet eens 1% van die 17% gehad. Maar we hebben nog niet eens dat gehad. Zij kregen straks die overige 8%. Maar wij hebben nog niet eens 1% van die 17% gehad. Waarmee zijn we bezig? Ik kan mijn collega's begrijpen. Hij moet het ook begrijpen. Men voelt het. Die schoen knelt. We zijn moe. Elke keer worden we om de tuin geleid. En kijk wat we nu horen. Over 2 uurtjes dan vanmiddag met de minister. Dus dat we zeggen, mensen van de middagdienst en de nachtdienst moeten gewoon gaan werken. Mensen zijn gedemotiveerd. Nee, nog niet wat de 2e moet hoor. Dus we wachten het even af. 6 uur. En dan horen we het wel.